FC Utrecht is woensdag naar de vijfde plaats op de ranglijst van de Eredivisie gestegen. De Domstelingen wonnen op bezoek bij VVV Venlo met 0-1. Girano Kerk kroonde zich tot maatwinner door in de 24e minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. De aanvaller kreeg de bal op een presenteerblaadje van Sander van der Streek en gaf VVV Doelman Larsen er dicht dichtbij geen schijn van kans. FC Utrecht liet in het vervolg de nodige kansen op de 0-2 liggen. Maar de zegen van de ploeg van trainer Erik ten Hag kwam eigenlijk geen enkel moment in gevaar. Door de benauwde overwinning ging FC Utrecht Feyenoord voorbij op de rangenlijst, Al spelen de Rotterdammers op dit moment nog wel in eigen huis tegen SC Heerenveen. FC Utrecht bezit na 15 wedstrijden 27 punten. Feyenoord moet het vooralsnog met 25 punten doen. Afgelopen zondag werd het onderlinge duel van beide ploegen in het stadion Galgenwaard nog afgelast vanwege de hevige sneeuwval. Vitesse Willem II Vitesse kon woensdag niet breken met een serie slechte resultaten in de Eredivisie. De Arnhemmers speelden voor eigen publiek op het nippertje gelijk tegen Willem II 2-2. Willem II kwam in de 14e minuut op voorsprong door een doelpunt van Barolo Mewogbush. De Nigeriaanse spitserom en voorzet van Fernando Lewis. Beheerst af. Het was voor Ogbisje alweer zijn achtste treffer in de pas zeven competitiewedstrijden die hij dit seizoen in actie kwam. Vitesse bracht de stand in de 23e minuut alweer in evenwicht via Timbertafs. De Slovense spits draaide in het vijandelijke strafschopgebied handig weg bij zijn directe tegenstander en passeerde vervolgens Willem II-doelman Matthijs Branderhorst op fraaie wijze in de verre hoek. Rienstra Willem II kwam in de 58 e minuut voor de tweede keer op voorsprong dankzij Ben Rienstra. De middenvelder werd op maat bediend door Fransel en verschalkte Vitesse keeper Remco pas vierknap knap vanuit een moeilijke hoek. Vitesse redde in de 88ste minuut een punt dankzij Brian Linsen. De aanvaller kreeg de bal na een hoekschop een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten en schoot via de binnenkant van de paalraak. Door het gelijkspel bleef Vitesse op de 7e plaats op de ranglijst steken. Willem II handhaafde zich op de 14e plaats in de eredivisie.